Welkom bij de tweede en laatste aflevering van Rolf bij de Cowboys. Vanavond gaan we verder op het punt waar we vorige week gebleven waren. De oversteek naar Texas via de Red River. Wij gaan zo naar de overkant, naar Texas. En als we aan Texas denken en aan ranches, dan denken wij Nederlanders eigenlijk maar aan één specifieke ranch. Weet je dat? Die één. Zo ging dat altijd in de serie als Bobby en JR thuis kwamen. Dan groet ze ook Miss Ellie die ergens zat, maar Miss Ellie heeft nu een theekransje zo te zien. Hi, how are you doing? Great. En dan ging het hier naar binnen. Alleen, dan kwamen we werkelijk binnen in de studio's van Hollywood. Want hier ziet het er heel anders uit. Ik zal het u wel laten zien. Het hier buiten, dat was ook het ontbijtgedeelte. Waar ze altijd 's morgens zaten, lekker in de zon. En het ontbijt duurde nooit langer dan 5 minuten, weet je nog? Want er kwam JR beneden en was meteen weer ruzie. Dit ziet er al heel anders uit, ja. Yes? Miss Ellie? Yes. De trap. Die ging zo, nu gaat hij zo. Hallo. Is Miss Ellie upstairs? No. Oh, I thought I heard her calling. Yeah, she was there. Yeah, she was there. Okay. Thank you. Het is het huispersoneel. Oh, kijk nou. Een portret van de familie. Dit is een gedeelte ervan. Sue Ellen, JR, Miss Ellie, Bobby, Pamela. Die Bobby was trouwens de beetje enige echte cowboy in de familie nog, samen met, daar heb je hem ook nog, met Ray. Ray the Rancher. Hier nog getrouwd met Donna, die later uit de weg werd gewerkt door de ex-vrouw van Elvis Presley, als het ware. En dit was dat kleine, ondeugende dingetje. Cowgirl. Heet ze ook weer? Heet ze nou? Lucy. Lucy, ja, Lucy, dank u. Lucy, ja. Dit is de main bedroom. Alleen dit bed is nooit beslapen door een van de Ewings. Want dit is het bed van de eerste, enige echte eigenaar van de ranch. Je moet zich voorstellen dat toen de serie Dallas gemaakt werd, dit huis gewoon bewoond was. Alleen dat gezin is inmiddels vertrokken, want die werd natuurlijk helemaal gek van een toeristen in de tuin steeds. Het is een paar keer van eigenaar veranderd, de ranch. De eigenaar is nu een zakenman uit Arizona en die doet een cactus. En die had geld over en die vond de serie Dallas leuk, dus die dacht, dat wil ik hebben. Dus dit is de badkamer waar JR en Jock zich nooit hebben geschoren. Dit is het bubbelbad waar Miss Ellie nooit heeft liggen bubbelen. En dit is een klein kamertje waar Bobby en Pamela nooit samen hebben gedoucht. En nu begrijp ik waarom. En dit is het toilet waar Rob Wouters wel heeft gedingst. Het prachtige terras en zwembad waar Sue Ellen en Pamela lagen te zonnen en waar de kleine John Ross nog heeft leren zwemmen. Maar waar zich ook vele drama's hebben afgespeeld. Als dit water kon praten. Deze South Fork Ranch geeft toch een aardig beeld van hoe een moderne ranch er in Texas uitziet. Alleen hier wordt geen vee meer gehouden, dus daar hebben we weinig aan. Daarom wil ik uiteindelijk terechtkomen op de Lamb's Head Ranch. Dat is de ranch van de enige echte oude cowboy die er nog is, die meneer Matthews. Hebben we ook gezien in het museum. Alleen voordat ik daar durf aan te bellen, moet ik nog iets leren wat echt elke cowboy hier in het zuiden kan. Ik hoor muziek. Nou,
Maar we zijn in de, nou, ik mag wel zeggen, de grootste verzamelplaats van cowboys op het westelijk halfrond. Dit is Billy Bob's, grootste dansclub. Wendell, you're a teacher here for dancing. Tell me, there are some typical cowboy style dances, aren't there? Oh, there's more than just a few. There's about five or six different two steps, and you have a couple dances like the Cotton Eye Joe and the Shottish. But the newest craze is line dancing, which is what we're going to do here tonight. It's really taken the country by storm. Uh-huh. Well, what was so special in the old days about the cowboy dances? Because they were going wild when they ended their trails, didn't they? Well, they came into town and just, it wasn't so much as anything that was learned. They just got up and did whatever they wanted to on the floor. It wasn't like a set pattern. They just got wild and drunk and hooped and hollered. Uh-huh. So it really wasn't dancing as we know it now. Back, two, now bow, forward and lean, back, pull up. Turn and tap. Alright. Alright. No breaks. No breaks. Yeah, that last part is very difficult. Heel moeilijk laatste stukje. And right, cross, right. So I'm standing on one leg. Lift this one and clap. You can do it. You can do it. Okay. And most of the times it's women and men mingled. Yeah. In whatever way. That's right. Probably there were never enough women in those old days. There was always a shortage of women in the Old West, and that's why they had the wagon trains of women going west to meet the men. Out in the country, past the city limits, there's a honky tonk near the county line. The joint starts jumping every night, but the sun goes down. Before they turn around, they got whiskey. Dit lijkt nog wel een beetje op een echt western stadje. En dat klopt ook wel een beetje, want dit is het oude centrum van Fort Worth. Alleen niet alles wat u ziet is echt. De western stijl is hier vooral weer in ere hersteld voor de toeristen. Wat hier nog wel echt cowboy-like is, is een heel bijzondere kerk. Cowboys, dat waren namelijk hele brave jongens. Ze hadden vaak op zondagschool gezeten en spraken ook met twee woorden. Als het tweede woord dan altijd son of a bitch. Dat wordt hier als één woord gezien. Als het even kon, gingen ze graag naar de kerk. Alleen ze hielden niet van een predikant als voorganger, dus losten ze het allemaal zelf op. Gekke toevalligheid is dat de Cowboykerk hier gevestigd is in het station van het oude Fort Worth. Maar dat is toevallig omdat juist de spoorlijn het einde van de cowboytijdperk in lijkt. Cowboy Church. Found Jesus, everything.
We don't preach. We're not pointing fingers. It's a real open, low-key situation. We're here to share our love of God and to worship in our non-denominational setting. So let's go around and introduce ourselves so we know who we're sitting next to. My name is David Davis. And where are you from? I'm from Fort Worth, Texas. We both come from Fort Worth. Lizzie Perry, not from Fort Worth. I'm David Gardner, and my wife Diane. We're from Mansfield. Debbie Stansulis. Farrah Hendricks, North Richland Hills. Pamela Elliott, North Richland Hills. Stephen Elliott, and I'm with these ladies. Ron Mickle, Fort Worth. Colin Mickle from Fort Worth. I'm Cowboy Rolf from Amsterdam. Moderne cowboys zing ik nog steeds graag. Alleen vroeger deden ze dat vooral om de stem te oefenen. Om de kudde rustig te houden, s'nachts. Maar er waren een paar cowboys die liedjes zongen. En geestelijke liedjes waren bij de koeien zeer populair. American cowboy. I've never had to beg or grovel or bow. I chose the life that I'm living, working with horses and calves. I'm an American cowboy. To you, my ways and my dress may seem odd, but we live in a land with freedom of choice, of people smiled on by God. I'm an American cowboy, giving thanks to my Lord up above, letting me live in a country that's free, doing the job that I love. Gaat de kerkdienst net zo lang door totdat de trein binnenkomt. En dat is het nu. Staan we dan in het noordwestelijk gedeelte van Texas, wat normaal erg warm is, en erg heet en erg droog, op de meest regenachtige dag van het jaar, geloof ik. Dit is de Lamb's Head Range. Wij wilden echte cowboys zien, die krijgen we ook gezien, want dit is een van Amerika's oudste ranges die al 140 jaar gerund wordt door dezelfde twee families, de Reynolds en de Matthews. En dit is ook een plaats waar een van Amerika's oudste, min of meer echte cowboys uit het begin van deze eeuw, woont. Ward Matthews hebben we eerder gezien in de Hall of Fame. Wat er vandaag gedaan wordt hier, heb ik geen idee van. De cowboys zitten waarschijnlijk binnen, ze zijn ook niet gewend aan regen. En gezien het tijdstip neem ik aan dat het ontbijt is. Het is slecht weer vanmorgen. Dit is de keuken van de cowboys. En hier zitten nou echte cowboys bij elkaar. Good morning,
Gentlemen. Good morning, sir. Good morning. Dit is Terry hier. Hij is de voorman van deze hier. Terry, what are you gonna do today? It's early in the morning, actually. It's pretty early. Yeah, it's 6:45. Well, we're gonna watch it rain. Yeah? And it doesn't rain that often over here. No, not that often, but today we'll have to see what happens when the sun comes up. What did you intend to do today? We were gonna move some bulls. Put them on the cows. Yeah. But we might still be able to do that. Might still be able to do that. Part of it. Well, it's an honor for us Dutch to be here with the real cowboys. En een hele leuke bijkomstigheid is dat dit is Bud. But your real name is Clarence. It's Clarence, ja. En daar worden hier heel veel grapjes over gemaakt, want Clarence dat is een beetje, een beetje een chique naam. Dat is net als een vrachtwagenchauffeur bij ons die Honoré heet. Klinkt ook wat raar. Maar we'll call you Bud. Okay. How do you explain that a lot of people, like me maybe, from Europe, you know, would like to be a cowboy? Because it has a romantic feel? Or? Yeah, I guess because it's the way it used to be, you know. Everybody wants to go back to the way it used to be. I think modernization has took over too much. Mm-hmm. You know, there's people count on computers too much. And they cowboys, they just kind of depend on themselves. Do you know what the most personal possessions of a cowboy are? Do you have them? Yeah. Your saddle, your boots, your spurs, your hat, your leggings, your wife. In that order. Uh-huh. Nou, komt als laatste hier. Dat zijn niet alle dames in Nederland blij mee. Is it true that a real cowboy never takes off his hat? No. No? No, when you go to eat, or you go in somebody's house, you take it off. Mm-hmm. And you never lay your hat on the bed. Bad luck. What is the biggest mistake you've ever made? Hey! You know, George knows. George knows. Oh, well, that'd be hard to say. Ever been in trouble? Sorry? Ever been in trouble falling off a horse? Or? Oh, yeah. It happens too regular, you know. You never know when it's going to happen. Horse step in a hole or slip on a rock, you know, and go down with you. It's just, it can happen any time. So it's a dangerous job? Yes, it is. You can't think of it that way. In vroeger tijden was de kok gedurende de trails een heel belangrijk cowboy. Want met een lege maag is het natuurlijk niet lekker rijden. Dat is ook nu nog zo. En terwijl de cowboys aan het buitenspelen zijn, staat Bill hier van alles klaar te maken. Bill, what are you making? Cut a little ham. Yeah? I've heard of, what's it called? Son of a bitch stew. Son of a bitch stew, yeah. You know it? Uh-huh. What's that? Well, they ate it in the old times. What they did when they butchered the beef, they took the insides of it. Oh. And the gut, the brains, the kidneys, the livers, everything, the heart, everything inside. Yeah? They took that and chopped it up and cooked it till it made a stew that cooked down to a real thick soup. Uh-huh. But it tasted good. You're not making it now. It sticks to your ribs. In the old times, the cook always parked his wagon in the direction of the Northern Star. Is that right? Yes. Yeah? Het was namelijk om er zeker van te zijn dat de cowboys de volgende dag de juiste route weer halen. I read it in a book. I know nothing about myself. You know why they did that? No. Yeah, I just told the Dutch viewers that it was to find the right direction next morning. Next morning, they'd know which direction was north, that the stars were gone.
So the book I read was right? Yes. Okay. Als ze buiten druk in de weer zijn, dan heb ik het genoeg om u voor te stellen aan Lou Ann, een van de vele familieleden van de Reynolds Matthews familie. En Mr. Ward Matthews, de eigenaar van deze ranch. Is it right that you were born in 1899? Right. Is that right? Does that mean you have seen the end of the trails? What is that now? He asked if you've seen the end of the trails, the end of the cattle drives. If I've what? Seen the end of the cattle drives. Well, to a certain extent. Mm-hmm. And did you grow up as a cowboy? Pretty much. Yeah. Had you decided at a young age? When they'd have the cowboys doing some roping or something like that, they'd have me down there doing some real labor. Yeah. What kind of labor? Getting down there and pulling a calf to the ground. You did that. So you started very young. I grew up here with the reputation of being a good rider. Mm-hmm. Riding bucking horses. My dad gave me that reputation. Is it true that you lived most of your time on the ranch in the bunkhouse? Well, that's where the action was going on. What kind of action? Riding horses. Yeah. Hooked over. Were you ever married? No. Yeah? No? Was it a reason you were too independent? I've been in the hands of a urologist all my young life. Het is een ondeugd. Ja. You're still very healthy. But when you look back at your life, is there something you would do different now? Would you become a cowboy again or something else? No, I'd stay with what I've done. I've had a highly satisfactory life. I'm not complaining. So you would do it all over again, exactly the same? Glad to be around. We've been handling it pretty easy, so let's be easy with them. Okay? Bobby, you won't go in there next to George Callan. Bud, won't you work next to Dick, and I'll take this other side, and Rolf can come in the middle. Where do I have to be? In the middle. In the middle. Fine. Don't lose anything. I'll do my best. What do you call me, J.R.? That's the horse's name. Oh, I see. I thought you called me JR from Dallas. Thank you.
Oeh. Ik had als klein jongetje de droom om cowboy te worden. En dat ben ik natuurlijk helemaal niet geworden nu. Maar ik weet er wel meer van. En ik hoop dat al die mensen die dezelfde droom hadden, net zo genoten hebben van dit programma als ik had toen we het aan het maken waren. De avond valt over Lamb's Head, de range waar hard gewerkt wordt. Mooie lucht ontstaan. En ik zou nu heel makkelijk kunnen afsluiten door te zeggen, this is the end. Maar ik zou het anders willen zeggen. Ik heb het hier vaker cowboys onderling horen roepen. Als we allemaal een cowboy zouden zijn, dan zou de wereld er misschien een stuk beter uitzien. Dat vind ik wel leuk. Be around. Yeah.